De regering heeft gereageerd op onrust binnen de zorgsector door een clusterteam van ministers en het onderhandelingsorgaan van de overheid in te zetten. Na intensieve besprekingen in augustus en september is op 9 oktober een principeakkoord ondertekend tussen de regering en de zorgbonden. De overeenkomst omvat overbruggingstoelagen en behoudstoelagen voor juli 2023 en juli 2024, waarmee belangrijke knelpunten zijn opgelost. Tijdens een regeringsvergadering onder leiding van president Santokki op 9 oktober 2024 werden beleidsprioriteiten besproken. Plannen zijn gepresenteerd voor een nieuwe mijnbouwwet en de oprichting van de Delfstoffenautoriteit. Ook werd aandacht gevraagd voor het behoud van het historische poortgebouw en werden beslissingen genomen over het landelijk woningsbouwprogramma en grondconversie. De regering keurde goedkopere kavels goed voor minder bedeelden. Het coördinatiebureau rapporteerde over de voortgang van prioriteitsprojecten met focus op sociaal beleid, veiligheid en leefomstandigheden. De ambassade van Suriname in China nam eind september 2024 deel aan de Week van het Nederlands met een filmavond en virtuele lezing. Op 25 september werd de film De Leeuwin vertoond. Op 26 september vond een lezing plaats over het boek The Chinese in Suriname and the Netherlands, 1853-1973-2023. Beide evenementen trokken Surinaamse, Nederlandse en Chinese studenten en geïnteresseerden in de Nederlandse taal aan. Het doel van de week is het bewustzijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse taal te vergroten.